Anyway, let's get the passengers inside. All right. Need to take a look on that time scheduled. I have again the same problem as last time. Ik had dit probleem van gisteren van de straks ook al. Ah, waar rij je nou weer? And we're off. Oh, serieus. Oh, now it's working. Don't press the E, Rob. Don't press the E. Anyway, let's go. That's better. Let's set it on F5. Because I don't need anything else. And we're off. Wat de heck, zelfs Matt heeft gewoon met zijn 89 Ti gewoon nog nog maar 20 FPS. Let's see if we can do a drive-by. Ah, dat meen je niet.
Man. Ah, ik wist dat het dit zou gaan komen. Man. Maar ik heb alle snelheid nodig die ik zo maar kan hebben. Ik denk dat ik beter even kan restarten, want we zijn gewoon echt volledig slecht bezig. Maar goed, we zullen even zien. Maar we gaan het ook nooit precies zoals het moet gaan. Anyway. Oké, fijne avond nog, Rob Jansen. Bedankt voor te komen vandaag. En in ieder geval, slaap lekker vandaag. En tot de volgende keer. Proberen wij hier nog ondertussen wel wat van tijd goed te maken, ondanks gaat dat denk ik niet lukken, maar we zullen kijken. Nou, ik baal ik wel even een beetje van, want normaal gesproken heb ik hier totaal geen probleem met de deze trein. 20 kilometer nog. Ja, ik denk niet dat we dit gaan halen. Moet er al binnen 3 minuten aankomen. Ja, het zou kunnen nog, het zou kunnen. We houden het in de gaten. We mogen trouwens ten slotte maar 2,25. Thanks voor de follow, Freedom Westfall. Much appreciated. But you know, flying Scotsman, I've got 20 FPS here, and even feels. Yeah, for me, it feels like if I got 20 FPS. Because I'm used to get it this. And to be exactly, yeah, 20 is not bad for me. See how he's doing. Yeah, we're way behind scheduled. 1 minute for 16 kilometers. Sadly enough, scenario was screwed up already. Yeah, that's a nice thing, 1.8, 1.9. It's not bad at all, actually. Yeah. Ik denk ook dat we nou minder lag zullen hebben als we eenmaal Maasai binnen gaan komen, dat we geen TGV staan. Hopelijk. Nou, we zouden nou eigenlijk moeten zijn bij die 13 kilometer, maar dat gaat dus niet lukken. Zeker, als Matt zo doorgaat met al de naties die hij binnenkrijgt, dat hij straks
Wel nou kan stoppen bij het Toftail. Man, 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 man. Anyway. 50%. Ja, 10 kilometer nog te gaan. En we zijn een minuut te laat. Hij kwam gewoon door de slechte start. Jammer maar helaas. Je doet er niks aan. 25%. Ik zeg 25%, niet 0. Anyway. How many kilometers that we still have to do? Oh, to the end. 70 miles to go, okay. Also, don't forget, guys, on coming Friday, extra long stream. And I think that's also on Monday. Because Matt's again not streaming. So I can do. Rij me net een DDZ door de achtertuin. LOL. Oh, beetje te snel draaien. Ach, Matt gaat fietsen met je. Als ik sowieso een enthousiasme hoor, dan begin ik al meteen al te denken van, dat is. Ik vind het een beetje een rare opmerking van hem. Ik weet niet wat jij ervan vindt, koploper, maar ik vind zijn opmerking wel heel erg. Zoiets van. Ja. Ja. Oh, hij heeft hem toch goed gepakt. Nice. Goed, een klein beetje tractie erbij, aangezien dat we nog steeds op 2,25 mogen. Volgens mij kan deze lok gewoon, of deze trein sowieso niet harder dan 125 aangeven. Dat hij daarom maar op de 2,25 blijft staan. Want volgens mij kan deze lok wel veel harder dan dat. Want we mogen hier 320 op dit moment, dus. Yes, this is the only train that I mostly always drive without a HUD, especially on when TVEM is enabled. The only reason why I don't drive without HUD on the TGV is just because of the brakes. Brakes are the only reason that I not do it, because it needs to build up pressure, and if you do it that too much, you blow up everything. Not really, but yeah. Anyway, and in this train, it's really really awesome to drive without a HUD. Hey Mark, and thanks for the host.
Welkom. Hoe is het ermee? Nice to see you. Oh ja, maar daar heb ik dus ook weer zo'n. Met Zuidwest begin ik nou ook een beetje door te krijgen, maar met Noordwest heb ik dat ook al bijna. Zeker als je met ATB rijdt. Het enige wat je moet doen is alleen even wat je goed opletten. Hoeveel kilometer het is naar de volgende stop of ding. Maar afgezien dat, is het dan wel goed te doen met Noordwest en Zuidwest. Oh, we're going up. That's why. Het gaat redelijk, ja, het gaat redelijk. Mag niet klagen. Oké. Volgens mij staat overal een mooie S-bord die staat 1,5 kilometer van het station. Ja, oké, maar ik bedoel te zeggen dat je er ook op dat station moet stoppen of niet. En dat moet je wel van tevoren even weten. Maar afgezien dat is het zeker wel goed te doen, ja, absoluut. Volgens mij, hè, rijden wij naar beneden toe, ja. Dit is beter. 300 upcoming. Nee, die heb ik helaas niet, de Maglift train. Dus die kan ik helaas niet laten zien. Rillint? Hoe bedoel je Rillint? Die ken ik niet, zover ik weet uit mijn hoofd. Volgens mij zijn in het echt ook wel machinisten. Zullen we vergeten? Oh jawel, zeker. Absoluut of bijna vergeten. Ik moet zeggen, je hoeft maar te YouTube en je komt er wel, wel enigszins wat scenario's tegen, hoor. Of video's. Dus ja. Ik weet nog een heel goed videootje te herinneren van een gast die met een 1700 reed en die op het laatste moment nog in een noodstop moest. Omdat hij het gewoon vergeten was dat hij die moest stoppen. Volgens mij was dat trouwens op Arnhem-Zuid. Oh, bleef je? Zat je trouwens al in de gaten dat ik mijn nieuwe webcam in gebruik heb? Rootlint bedoel ik. Nooit van gehoord, Sander. Geen idee. Verder. Nee, 50. Gaan we nou naar boven toe, toevallig? Ja, behoorlijk. So far everything is looking fine. XX of SX de Provence.
23. Oh, dan zijn we sowieso al veel te laat. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Zouden wij om 25 eroverheen moeten gaan en we moeten nog gewoon 16 kilometer. Nou, dan denk ik niet dat we ook bij het eindstation kunnen komen, want dat moet op tijd. Dus, YouTube links kan altijd, ja. Hey, welkom terug, GamerNL. Zolang er geen misbruik van maakt, is het geen probleem. Ja, tadam, tadam. Dan flink naar beneden toe hier. Dus dan moet ik gewoon eigenlijk harder rijden dan dat de TVM aangeeft. Ja, dat is eigenlijk ook niet echt handig. Nou, 529 stabiel, dat is niet verkeerd. Oh, je bedoelt dat? Ja, oké. Die heb ik al gezien een paar weken geleden of zo. Moggyland, lol. So if you have guys seen a scenario for Germany or France or Austria or Switzerland, and you like to see that I'm driving that, don't forget that you can request that scenario. At the moment there are a lot scenarios from Flying Scotsman requested, especially the UK. And but I also like to see a few guys also request some. It's not that you must do it, but it will be really nice. So at the moment I'm working on to cover all the scenarios that requested into the spreadsheet to zetten, to put in there. But yeah, it takes a long way of work. Especially when you're behind schedule. Ik zal trouwens ook gewoon even in het Nederlands zeggen, als er mensen zijn die het leuk vinden dat ik Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland of Frans scenario rijd en die hebben ze iets gezien hebben. En die graag wil zien dat ik die rij. Ja, je kan natuurlijk altijd daarop aanvragen. Dat zou ik natuurlijk heel leuk vinden. Niks verplicht natuurlijk, maar het is wel altijd awesome natuurlijk. Dus even wat snelheid weer bij. En dat geldt natuurlijk ook voor de Dutch Day stream die één keer in de twee weken is. Net als aankomende woensdag. Ja, op dit moment hebben we één scenario al in gedachten waar ik naar ga kijken nog eventjes. En dat is een scenario van GamerNL. En voor de rest moet ik even kijken wat er nog meer aan doen. Nee, geen Duitsstalig, maar Duitse scenario's. Of Franse, Zwitserse, Oostenrijkse. Keeping the requested thing. Yeah, you question a lot.
En dan dat en dan dat. But as I said earlier on, I'm gonna add all the scenarios in the list so that you know that I seen them. I actually already seen them, that's there in. So yeah, we will see. Only there are a few requested scenarios on routes that I'm not gonna do because on the next region that the Rusigen line, the original, I'm not gonna do that one because I've got a better version and I don't like to drive on the original one. And also I saw that you requested a few things from Treinpunt.nl, but I must remind you, a lot of scenarios that you can find are, especially for the Dutch routes, they are older than 3 or 4, maybe 6 months. There's a high chance that we're not gonna play it because a lot of routes are getting updates a lot of times in a year. So a lot of scenarios are not gonna work, especially when it's an older scenario that's not compatible with the current version. Trouwens, de eerste keer dat ik trouwens met deze trein hier op deze route rijd. Alleen echt realistisch is ook niet, want deze trein die kan helemaal niet op 1500 volt rijden. Maar goed, boeiend. Zullen we maar even door de vingers zien denken. Ja, we zijn ongeveer 4 minuten te laat aangekomen. Ik vind het toch knap. Volgens mij hebben ze gewoon het carrière scenario omgezet naar een standaard scenario en dan naar de trein veranderd en voor de rest niks meer mee gedaan. Wist dat idee heb ik er heel erg bij. Ik heb zojuist weer een klein updateje van Bjorn binnen. Ik heb zelf van was dat het weekend of van de week? Heb ik al nog wat updates gedaan op de route. Wat verloren is gegaan. Aangezien dat heel de route omzeep was. Maar dat is allemaal nou weer gefixt. Door een oude backup terug te pakken en alles opnieuw te doen. En tot nu toe werkt het wel. Alleen, ja, ik heb nog wel een probleem met baanvlaksnelheden. Die ik nog even beter moet leren weer plaatsen. Nou, gezien dat, moet wel goed komen. Hey, Koprim. Hallo. Nice to see you, man. Drive a little bit faster. Since we can drive 100. Normal I need to change over the pantograph, but since this is not possible in this train, can do nothing about that. 140 km, let's go. Alright, 100 km. Want dit gedeelte wat vanaf hier komt is eigenlijk 1500 volt. In plaats van 25.000. Kijk, want hier, de TGV heeft de pantograaf nog steeds al. Nee, die heeft hem al op de goede staan. Nou ja, eigenlijk iets te vroeg zelfs. Ik moet zeggen, voor de eerste keer vind ik dit zeker niet slecht om met deze trein te rijden hierop, dus zo, 140. En dan gaan wij Marseille, Saint-Charles binnenkomen.
What I'm gonna do after this, probably this is the last one for today, and the other scenario that I planned for today was 11 minutes, so I'm gonna place that one to tomorrow. And for the rest, yeah, that's it. Shockwave Gamers, dit is niet Atlantic High Speed. Die kan ik echt niet spelen. Ik heb hem geprobeerd. Voordat ik hem wel kon kopen, maar... Vergeet het maar. Ik heb daarop geprobeerd te spelen. Ik mag blij zijn als ik 3 FPS heb. Maar die route staat ook onbekend dat hij ontzettend lekt. Ja, nou ja, daar zijn ze wel langzaamaan mee bezig hoor. Maar alleen je zal altijd wel een beperking hebben dat je niet altijd alles kan omzetten. Kijk, want NS zet allemaal wel zo vrolijk te zeggen dat ze naar 3000 volt willen gaan. Net als in België. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want in heel veel treinen kunnen dan sowieso gewoon niet of nooit meer rijden. En dan moet je denken aan de 1600. Kunnen dan bijvoorbeeld niet meer de 1200, kunnen niet meer de 1100, kunnen niet meer... Hoe heet die? De blokkendozen kunnen niet meer. Er moeten of allemaal transformators ingezet worden. Of het is gewoon niet meer mogelijk. Een beetje remmen op, een beetje remmen. Dus ja, dat blijf je niet veel meer overhouden. En natuurlijk ook nog de treinstel natuurlijk. Veremkoplopers, SGM'tjes. Ja, die zijn in principe ook niet voor bedoeld. Dus daar komt best wel redelijk wat bij kijken. Juist, ja. Dus laten wij in ieder geval afremmen naar... Nou, 1800... Ja, 1800 is tegenwoordig. Lek. Right, next 60. Ja, maar alles heeft al 1800. Nee, we hebben het niet over de type, Victor. We hebben het over voltages. Nee, dan staat er... hoe heet het? Line voltage. Een aantal jaar geleden is dat opgeschroefd... naar 1800 en daarvoor was het al een keer opgevoerd naar 1700. Maar de meeste mensen zeggen nog steeds allemaal 1500 hoor, dus no problem at all. Wow, we're arriving here in Marseille with 12 FPS. Woe, GG. Ja, we reden de hele tijd in Frankrijk, ja. Zou ik niet verwachten hè, met een Engelse trein. Zou ik ook niet als eerste aan denken, hoor. Oh, nou, ik had 10 FPS. Oh, 12. Dus, ja. Ik wou zeggen, want de 85 die kan niet in Nederland rijden. Ik wou zeggen dat die seinen geeft hij altijd rood aan. Maar ze zijn gewoon niet rood. Hey, Ron. Ja, precies. Dat bit slow. Nou, ik zou het niet op je vingers willen zetten, hoor. No?
Deze trein kan trouwens ook op die 600, ja, 750 eigenlijk. Je wordt heel veel gebruikt bij derde railmateriaal en zo. Oh ja, tuurlijk. Het is een third rail, dus ja, theoretisch gezien wel, ja. Maar deze lijn op 750. Maar in theorie zou dat misschien wel kunnen. Maar je krijgt niet de optie, ja, de volledige benefits ervan. Nee. Ik denk ook wel dat er een keer gaat komen, hoor, dat hij zo omgebouwd wordt naar 3000. Anyway. Ja, ik denk ook nog steeds dat ze gewoon beter gewoon naar 25.000 kunnen gaan in plaats blijven hangen op de 1500 of 1800 of weet ik het allemaal. Zo, 20 FPS hier. Woehoe, GG. Dan zien we weer dat die TGV's best zelf ook wel redelijk wel lekker. Anyway, let's get the passengers inside 8 minutes late than I expected. Ja, inderdaad. Iedereen zegt 2,20, maar in de praktijk is het meestal 2,38 of zo. Ligt er een beetje aan waar je net precies bent. Ja, dat is zeker. Maar ja, inderdaad, wat je zegt, de hele politiek krijg je dan nog eens op je overdak en al dat gezever. En voordat het is, ben je ook alweer 10 jaar verder, inderdaad. Unfortunately, you failed to allow passengers enough time to. Ja, go. Bye bye. Well then, that was an epic scenario. I really enjoyed that one. Sadly enough, we were not on time, but I was expecting all from the beginning on. So, except for that, I really enjoyed it, guys. I hope you will.